Goedemiddag allemaal. Welkom op deze zaterdagmiddag weer. Vanmiddag weer een gezellig knutselmiddagje. Het wordt een keer iets anders dan anders. En vanmiddag ga ik met een scrapbook layout aan de slag. En het wordt gewoon een easy peasy dingetje. Tenminste, dat zeg ik nu wel. Maar zul je zien dat als ik straks bezig ga, dat ik ook nog wat fouten ga maken. Nee, dat is gekheid. Maar ik ga in ieder geval iets leuks maken aan de hand van wat voorbeelden en een werkbeschrijving. Diegenen die namelijk afgelopen dinsdag de live-uitzending al hebben meegekeken van de Showtime, die hadden al wel gezien dat ik die page kit van Simple Stories had laten zien. En daar had ik bij gezegd dat ik daarmee aan de slag wilde gaan om toch ook in een live dit even een keer te laten zien. Het is namelijk helemaal niet moeilijk en het is superleuk. Ik heb alvast 2 pagina's heb ik klaar. Ik heb er nog geen foto's opgeplakt. Mijn zus die is donderdag naar Frankrijk gegaan op vakantie. En ik hoop dat zij terugkomt met een paar leuke foto's van mijn neefje en nichtje. Met wat leuke zomerse foto's, strandfoto's. En dan ga ik die er later opplakken. Nou, het is superleuk. Dit zijn dus 2 scrapbook layouts op het formaat van 30,5 bij 30,5. En alle materialen hiervoor zitten dus in die kit. En er zit ook een werkbeschrijving bij hoe je dit gaat maken. Nou, als jij dus wilt gaan starten met scrapbooken en je weet niet hoe je ermee moet gaan starten. Of vind je het lastig van hoe gaat zo'n indeling, hoe gaat zo'n opbouw. Dan is zo'n kit gewoon ideaal. En weet je, als je eenmaal zo'n kit hebt aangeschaft, kun je daarna ook zeggen van nou, ik ga datzelfde nog een keer weer maken, maar dan met mijn eigen designpapier. Je hebt nu namelijk alle afmetingen. Wat je dan bijvoorbeeld doet. Ik zal even een nieuwe kit laten zien wat er precies in zit. Want ik heb de kit nu natuurlijk al voorbereid. Nou, in die kit zit dus voor 4 verschillende pagina's. Er zit een werkbeschrijving bij. Er zitten die-cut elementen bij. En ook 2 velletjes nog met allerlei, of 3 velletjes. 4 velletjes zelfs. Nee, 3. Met die-cut elementen en daarbij zitten de pagina's. Nou, als je goed kijkt naar zo'n pagina, dan kan je zien dat die is opgebouwd uit 1 effen unie pagina. Dan zit hier bijvoorbeeld een strookje designpapier, dat zou je op kunnen meten. En daar zit een, dit is zeg maar een strook. Die is dan bijvoorbeeld 13,5 centimeter. Nou, daarop kan je dan weer een laagje doen van 7 centimeter met een leuk effen kaartstok, bijvoorbeeld Florence kaartstok. Daarop plak je dan weer iets met houtstructuur van 6,5 centimeter breed. En zo kun je dus zien hoe je een pagina op kunt bouwen, want hier hebben ze ook weer scrappapier opgeplakt van 19,5. Met een mat laagje eroverheen. Hier zit weer een strookje onder. Dus dan kun je kijken hoe een opbouw van een pagina gaat. En dat kan je dus, als je deze eenmaal gemaakt hebt, ook nog met je eigen designpapier gaan doen. Dus kijk ook gewoon naar de opbouw van deze projecten. En leer er ook van hoe je zelf je pagina's kunt gaan maken. Nou, wij gaan het vanmiddag gewoon makkelijk doen en wij gaan het gewoon volgens de beschrijving doen. Ik ga ook geen extra elementen toevoegen. Wil jij het wel extra elementen toevoegen? Dat kan altijd, want je kunt altijd extra elementen eraan toe gaan voegen. Nou, zo'n kit kost €16,50 en daar kun je dan 4 complete pagina's van maken. Wij hadden in eerste instantie alleen deze kit van de Beachy. Maar heb jij nou helemaal niks met het strand? Dan hebben wij nu ook nog een, die is vanmorgen nog binnengekomen, een nieuwe kit binnengekregen. Dat is de Homegrown. En dat is dus een hele leuke farmcollectie. Dus die is ook superleuk.
Die heb ik ook even voor mijzelf apart gehouden, want ik vind hem gewoon te leuk. Ook die ga ik dus nog een keer maken. Nou, genoeg daarover. Omdat ik niet 4 layouts in 1 uitzending kan maken, heb ik er dus alvast even 2 voorbereid. Om toch te laten zien van hoe het er in het echt uitziet. En ga ik er nu 2 in de live maken. Wat ik wel zelf heb gedaan, en daar ben ik wel heel eerlijk in. Ook zulke scrapbook layouts moet je natuurlijk maken naar je eigen stijl. En ik ben echt iemand die houdt van de randjes even distressen. De randjes bewerken met een beetje gesso. De elementjes heb ik bewerkt met gesso. En ik heb daarna met mijn Posca heb ik nog eventjes witte spettetjes gemaakt. Dus dat krijg je, ja, dan krijg je toch een beetje een eigen finishing touch. Nou, ik zie dat er nog steeds meer kijkers binnenkomen. Gezellig. Superleuk dat jullie erbij zijn. Vanmiddag dus een easy peasy uitzending. En gaan we lekker werken aan de hand van een werkbeschrijving. Nou, ik heb deze ook al even uitgedrukt allemaal. Dat uitdrukken, dat snappen jullie allemaal wel. Dat is gewoon makkelijk te doen. Er zitten ook afmetingen bij voor de foto's en het is in inches. Dit is een Engelse werkbeschrijving, maar als jij de plaatjes alleen al bekijkt, dan kom je er ook sowieso uit. Die beschrijving is dus in inches. Heb jij bijvoorbeeld de papiersnijder van Vasen Creative, dan kan je dus heel makkelijk gewoon werken met jouw papiersnijder. Dan kan jij de foto's, want dat witte dat is voor de foto's, die kan je dan op 7 inch doen. En de 7 inch die staat hier wel aangegeven. Want deze is zowel in inches als in centimeters. Deze is 7 inch bij 5 inch. En we hebben er 2 strookjes van 2 1/4 square foto's. Dan moet ik even kijken of ik dan wel de goede heb gedaan. 2 1/4. Nee, dat dacht ik al. Want ik ging het gisteren eventjes bij elkaar leggen. En toen dacht ik al, hey, volgens mij, als ik het goed zie, heb ik die net ietsjes te groot gesneden. Dus 2 1/4, dat is gewoon weer via je snijmachine allemaal af te meten. Daarom ben ik ook zo ontzettend blij met mijn papiersnijder van Vasen Creative. Dan kan je zowel centimeters als inches uit gaan snijden. Nou, dan gaan we beginnen. Waar ik dus mee begin is eerst mijn randjes even met de peperdistresser bewerken. En eventjes voorzien van een klein beetje gesso. Ja, als je inches wilt omrekenen, er is ook gewoon een website van inches omrekenen. Dus daar kun je ook nog even kijken. Maar ja, weet je, zo'n papiersnijder, het is gewoon ideaal. Dan hoef je ook niet alles meer uit te meten. En je kan altijd projecten maken in zowel inches als in centimeters. Nou, hier komen later dus mijn foto's op. Maar ik plak het nu gewoon in het wit op, omdat ik dat toch bij mijn project wil hebben. Dit zijn bijvoorbeeld hele kleine strookjes. Dat zou je ook kunnen zien voor washi tape. Vind ik scrappen ook ontzettend leuk. Maar ik doe het eigenlijk veel te weinig. Gewoon omdat ik ook niet heel veel foto's maak en heb. En ik had nu zoiets van, weet je, ik ga nu gewoon een keer weer aan de slag. Ja, er zijn inderdaad ook linealen. Die hebben ook inches en centimeters. En daar ga ik jullie zo meteen ook nog even een trucje mee laten zien. Nou, dit papier is ook gewoon super gaaf. We hebben hiervan dus ook gewoon een hele lijn. Dat is de Vintage Coastal. Ook van Simple Stories. Dat is in principe hetzelfde idee. Nou, losse elementjes
leg ik daar even neer. Ik ga eventjes snel met een klein beetje gesso er langs. Niet te veel. Gewoon een klein beetje. Het hoeft natuurlijk niet. Je kan ook zeggen van ik ga er met bruine inkt langs als jij dat leuker vindt. Wat je ook nog kan doen. Want ja, sommigen die hebben zoiets van dit is me net iets te makkelijk. Ik wil toch nog eigen touch eraan. Je kan natuurlijk ook op de achtergrond nog wat gaan stempelen. Je kan met mask stencils nog gaan werken. Kijk gewoon wat jij zelf leuk vindt. Het is gewoon een basiskit. En met die basiskit kan jij doen wat jij wil. Je kan de elementjes ook allemaal op andere plekken gaan opplakken als je dat liever wilt. Maar ja, ik zie dit een beetje als een basiskit waarvan je gewoon echt gaat leren van ja, hoe kan ik het scrappen een beetje op gaan bouwen. Dat is met ja, kaartjes maken ook zo. Daar begin je ook eenvoudig mee. De meeste die beginnen met ja, eenvoudige scrapkaartjes. En op een gegeven moment ga je steeds meer durven. Steeds meer je eigen ja, draai eraan geven. Eigen touch. En dat zal met dit ook zo zijn. En weet je, soms vind ik het ook leuk om dingen gewoon een keer na te maken. Gewoon een complete kit een keer te maken dat... Dan hoef je niet na te denken. Is het gewoon af en toe even een keer makkelijk. Alles bij elkaar. Ja, dit is inderdaad Hupu Barba truc. Je bent in principe zo klaar. Nou, nu had ik natuurlijk het die-cut werk allemaal al gedaan. En alles al even uitgezocht. Dus dat gaat net even ietsje sneller. Ik had ook het gesso kunnen doen. Maar ik denk, ik moet toch een uurtje vol krijgen. Oh, dat gaat me sowieso wel lukken. Maar ik had ook geen tijd om nog meer voor te bereiden. En als jullie dit zelf gaan maken, moeten jullie dit natuurlijk ook allemaal tijdens het creatieve proces doen. Dus ik doe het gewoon samen met jullie eventjes. Ik moet zeggen, die kits die lopen ook al ontzettend goed in de webwinkel. Ik merk dat toch veel mensen wel willen gaan starten met het, ja, met het scrapboeken, zeg maar. Ja, die elementen die zitten er allemaal bij, Karin Waaien. Er zitten drie vellen bij met van die die-cuts. En er zitten ook één vel bij met van die dikkere chipboard elementen. Dus dat zit er echt allemaal in. Ik zal straks op het einde de kit nog een keer laten zien. Ik zal zien dat ik de pagina even ietsjes makkelijker of iets beter in beeld kan gaan krijgen. Nou, de beschrijving. The background sheet on your work surface with the printed bamboo strip on the left. Nou, met die bamboe print on the left. Dan moeten we het verticale boekprint paper strip aan de left. Dus die komt hier. Kijk, het is eigenlijk gewoon plaatjes kijken. Maar deze strip komt dus hier weer langs dat matlaagje. Nou, ideaal. Even zorgen dat we hem gewoon netjes rechtop plakken. Men neemt een beetje lijm. Men doet er lijm onder. En men plakt het vast. De letters zitten rechtop. Het zou mij ook zo gebeuren dat ik zo'n washi tapeje dan gewoon net verkeerd om ga opplakken. Dan hebben we de short horizontal. Dan hebben we deze. Die moeten we hier onderaan plakken. Nou, ik ga gewoon echt de beschrijving volgen. Dus hij moet hier onder dat andere strookje designpapier komen. Lijm erop. Kijk, dit kan je dus ook gewoon doen met strookjes designpapier. Dit kan je doen met washi tapejes. Dus je kan het ook gewoon hierna met je eigen designpapier gaan maken.
Ja, je kunt het inderdaad ook met gewoon die losse elementen doen van die kits. Ik neem even een slokje koffie. Nou, ik drink hem even helemaal op, want ik merk dat hij al bijna koud is. En als ik dan zo meteen verder ga, dan wil ik wedden dat ik de hele koffie vergeet. Even kijken. Er staat ook wel bij dat je die onder de tiel strip moet doen. Dus dat is deze strip. Dan moeten we de 7x5 inch foto. Moeten we een halve inch vanaf de bovenkant. En van de zijkant van die zandkleurige borden plakken. Nou, omdat hun dus alles in inches doen, heb ik daar nog wel een handige truc voor. Deze is namelijk bij heel veel mensen wel bekend. Dit is de T-square ruler. En de T-square ruler die heeft sowieso zowel, wil ik zeggen, centimeters als inches erop staan. Nou, een halve inch vanaf de, dat stuk. Je kan het op de bonnefooi doen of je kan even voor jezelf, als jij het heel netjes wil doen. En ik kan een potloodpen vinden. Nee, ja, ik heb wel een potloodpen. Dan kan je eventjes op een halve inch een stipje zetten. Dus dit is ongeveer een halve inch vanaf de bovenkant. En vanaf de zijkant. Nou, ook vanaf de zijkant een halve inch gemeten. Dan heb je sowieso hulplijntjes. Dan weet je zeker dat je hem recht plakt. En je kan ook nog zeggen van, nou, ik leg deze er tegenaan. Dan weet ik zeker dat ik het recht ga krijgen. Even kijken, nu moet ik even kijken, er komt alleen wat overheen. Onderaan plak ik hem even niet helemaal vast, want daar komt zometeen die andere foto iets overheen. Kijk, dus nu gebruik ik die T-square ruler gewoon even als hulpmiddeltje om het recht op te plakken. Hier heb ik nu dus bovenaan die lijntjes. En ik heb deze nu recht geplakt. Dus nu heb ik hem een halve inch vanaf de bovenkant en een halve inch vanaf deze zijkant. Dus die T-square ruler die is ideaal daarvoor. Dan hebben we die twee kleine fotohoekjes. Dit worden foto's van 2¼ inch. En die plak je een klein beetje onder deze. Dus vandaar dat ik de onderkant nog heel ietsjes los had gelaten. Nou, die komt ongeveer hier en eentje daar. Nou, dat gaat helemaal leuk worden. Die kunnen we ook vastplakken. Nou, net wat ik zeg, dit moeten dus eigenlijk foto's zijn. Maar die komen er dus later op. Ik druk die nog eventjes niet aan, omdat ik nu eerst deze tweede foto erbij wil plakken. En dan weet ik straks zeker dat ik het recht heb. Even kijken. Nou, zo ongeveer. Het hoeft natuurlijk ook niet 100% exact hetzelfde, hè? Nou, zo hebben we al een mooie basis. Dan ga je beginnen met allerlei bloemetjes uit te zoeken en de embellishments. Nou, ik had dus alles al bij elkaar gezocht. Even kijken. Deze elementen die komen allemaal. Deze is niet nodig. Deze komt bovenaan. Ik ga het eventjes weer uitzoeken wat bij elkaar hoort. Deze hoort daar nog bij. Die hoort bovenaan en die hoort bovenaan en deze hadden we nog.
Nou, zelfs al die elementen beschrijven ze netjes hoe je dat op gaat plakken. Nou, ik ga het zelf gewoon eerst even allemaal neerleggen. Om te kijken van hoe gaat het komen. En dan plak ik het echt helemaal vast. Oh, deze. Moet hier nog iets achter. Dat had ik beter ietsjes er nog achter kunnen stoppen, denk ik. Nou, nee, die kan zo wel vast. Die ga ik in ieder geval alvast vastplakken. Je kan ervoor kiezen om dit gewoon met lijm vast te plakken. Of wil jij meer dimensie, kan je ook met foamtape erbij gaan werken. Deze plak ik helemaal plat vast, omdat ik straks wat andere elementen wel met foam op wil gaan plakken. Nou, volgens mij hebben hun hem ietsjes hoger. Dan trek ik hem ook nog ietsjes hoger. Zo, die zit vast. Dan hebben we een heel leuk elementje met een boot. Let's Explore. Die gaat hier over de foto komen. Omdat ik dus later de foto's er nog op ga plakken, ga ik deze even alleen aan de zijkant vastplakken, zodat ik mijn foto er nog weer onder kan steken. En deze bloem plak ik dus ook even vast, want die staat hier ook op het voorbeeld. Die plak ik even vast achter mijn chipboard element. Dus niet rechtstreeks op de foto, maar alleen hier eventjes vast achter. Want anders kan ik later geen foto's toevoegen. Als jij zelf werkt met foto's, dan had je nu dus al je foto's erop kunnen plakken. Maar goed, aangezien mijn zus nu pas op vakantie is gegaan, moet ik eventjes wachten totdat ik die foto's krijg. Nou, dit wil ik met foamtape op gaan plakken. Dus die gaat daar komen. Dan hebben we nog een heel leuk setje met schelpjes. Die schelpjes die gaan we hier ook nog weer achter plakken. Nou, heb jij bijvoorbeeld zelf nog van het leuke visnet of iets dergelijks, kan je er dat natuurlijk ook altijd nog bij gaan verwerken. Maar kijk gewoon van, hoe wil ik iets op gaan bouwen? Ik ga hem nu dus gewoon maken zoals die ook beschreven staat in de werkbeschrijving. Nou, Beachy, dat viel hier iets over de foto heen. Dan heb ik ook een keer een leuk voorbeeldje wat gewoon compleet is, zeg maar, zoals het ook hoort. Zoals de groothandel het bedacht heeft. En dit soort voorbeelden hangen wij dan ook gewoon in de winkel neer. Dan kunnen jullie ook zien hoe zo'n kit gaat werken. Of hoe het eruit komt te zien. Weet je, het hoeft ook niet altijd moeilijk te zijn. Ik ga hier weer van die foamstripjes achter plakken. Ik vind het wel leuk om de letters met wat foam op te plakken. En weet je, meestal neem ik voor dit soort dingen ook gewoon geen tijd om hier een voorbeeld mee te maken. Omdat het, ja, in mijn ogen vaak, daar denk ik van, ach weet je, dat is zo simpel. Dat zullen jullie vast wel niet leuk vinden. Maar ja, nu heb ik op deze manier wel een keer ook een leuk voorbeeldje weer klaar. Kunnen jullie het ook een keer zien of jullie het leuk vinden? Nou ja, dat weet ik niet. Dat hoop ik dan maar. En anders pech gehad. Ik heb in ieder geval straks weer een lekker creatief uurtje gehad. Een voorbeeldje klaar. Een complete kit klaar. Zo kunnen we het beter noemen. Kijk, omdat ik die tekst hier ook nog een beetje over mijn foto's heen laat vallen, heb ik dus ook het foam niet onder dit bovenste gedeelte gedaan, zodat de foto daar straks weer netjes overheen kan vallen. Nou, er zitten nog wat extra elementjes bij. Die kun je later eventueel nog zeggen van, nou,
Die plak ik misschien toch nog hier ook aan deze zijkant. Maar het ligt er even aan welke foto's daar nog gaan komen. Dus die bewaar ik nog even. Deze zijn dus extra. Die heb je niet nodig bij deze pagina. Deze leuke vogel ben ik nog vergeten. Die mag hier ook nog achter. Plak ik ook even alleen met de pootjes vast achter mijn ding. Want anders dan komt hij straks vast op de foto. Zodra de foto eraan vast zit, zal ik deze ook vast gaan plakken. Nou, ook bovenaan hadden ze nog een leuk setje met decoratie-items gedaan. Daar hebben ze bijvoorbeeld een leuk banner gedaan met een leuke tekst erbij. En weet je, zoals dit soort dingen, dit is ook gewoon even goed kijken, want hier kan je ook van leren dat je ook die elementen zo op kan bouwen. Dat je ze dus twee laagjes op elkaar kan doen. Want hun hebben bijvoorbeeld deze tekst van Our Paradise. Plakken ze weer gedeeltelijk over zo'n tapje heen. Dus dat zijn ook gewoon kleine leermomentjes dat je ziet van hoe een opbouw voor zo'n pagina gedaan kan worden. Even kijken. Dit is ook Beach Life met deze en die. Nou ja, of het verstandig is dat ik dit op ga plakken. Even denken. Ik ga dit eventjes alleen bovenaan vastplakken. Want dit is dus weer hetzelfde verhaal. Omdat ik mijn foto er later achter wil schuiven, plak ik er dus even allemaal losjes vast. Deze doe ik even met een foamtapeje. Want een foamtapeje kun je weer net ietsjes makkelijker losmaken. Dan kan ik er straks mijn foto weer overheen plakken. Dan komt deze erop. Ik vind het gewoon super leuk. Dit is ook gewoon een beetje puzzelen met zo'n pagina. Van hoe kun je dat nou leuk allemaal maken. Ik vind het best leerzaam zoiets. Gewoon soms is namaken nog niet eens zo'n heel slecht idee. Want je steekt er altijd wat van op. Kijk, en die plak ik daar weer op. Nou, al die elementjes die zitten dus in het pakket. Heb jij geen pakket? Er zijn natuurlijk. Even kijken. Wij hebben van deze collectie ook de losse paperpads. Maar ook allerlei van die ephemera's. Die bits and pieces. Dit is dan toevallig de bloemetjes. Of we hebben ook een setje met allemaal leuke stickers. Je kan ook zeggen van ik ga mijn eigen tekststickers er nog weer bij plakken. Ik plak er nog wat extra schelpen bij. Er zitten allerlei leuke andere teksten in. Dus je kan hem nog helemaal aanpassen naar je eigen idee. Dus van deze lijn zijn nog meer verschillende dingen verkrijgbaar. Nou, dit is dus eigenlijk de linker pagina al. Nu heb ik erbij gespetterd, maar dat ga ik straks even doen als ik ook de tweede pagina klaar heb. En je kan ook nog zeggen van ik ga leuke doodelrandjes erbij tekenen. Dat kan ook nog. Maar we gaan eerst eventjes naar nummer 2 en dan kijken we verder wat we er nog meer aan gaan doen. Zo. Nou, bij pagina 2 is dus weer exact hetzelfde verhaal. Ook eerst weer even beginnen met de peperdistressen erlangs. Dat vind ik gewoon iets, ik wil toch een beetje een Janine touch eraan hebben. Niet helemaal exact zoals het bedrijf het voorkoudt. Wel 90%, maar niet 100% nadoen. Zo, dat is dat.
Nou, die stripjes en alles zit dus allemaal in het pakket. Het is gewoon echt een superleuk compleet pakket. Kijk eens. Nou, deze erbij. Het zijn ook gewoon die houtstructuurtjes. Die houtstructuurtjes zaten ook in dat die-cut vel. Dus je kunt dat allemaal zo uitdrukken en erbij gaan plakken. Nou, even weer voorzien van gesso. Dat hoeft dus niet. Je kan het gewoon rechtstreeks opplakken. Maar net wat ik zeg, ik wil het gewoon een beetje in mijn eigen steltje houden. Het is gewoon net even dat kleine extraatje. Ik zit even te kijken of ik nog wat reacties mis. Of dat jullie toevallig misschien nog vragen hierover hebben. Dan hoor ik het ook graag. Nou, jullie zien wel, het is dus een Engelse beschrijving. Maar het, ja, het staat zo duidelijk stap voor stap. Ja. Erop. En ook het voorbeeld is gewoon zo duidelijk aangegeven dat je helemaal eigenlijk geen Engels hoeft te kunnen om deze kit te kunnen gaan maken. Net wat ik zeg, als je die kit eenmaal hebt, probeer het ook eens met je eigen designpapier en je eigen embellishments om de pagina's dan gewoon nog een keer weer na te maken in je eigen stijltje. Dan heb je er twee keer fun van. Of drie keer of vier keer, hoe vaak je het ook na wilt maken natuurlijk. Zo, dat is dat. Nou, een papiertje relax. Deze nog eventjes en dan de basispagina. Waarom doe je die randjes nog een keer met wit? Als... Nou, die randjes die zijn nog niet wit. De randjes zijn gewoon gekleurd. En ja, dat witte dat geeft gewoon net even een beetje een soort shabby look, zeg maar. Want dat witte dat, ja, schiet ook gewoon iets eroverheen. Ook gewoon op die plaatjes, zeg maar. Kijk, dan op die blaadjes zit dan ook nog weer een klein spettetje gesso. Hier nog weer een beetje. En ja, ik vind dat gewoon een leuk effect geven. Het hoeft dus niet. Maar dat is gewoon, ja, dat zit binnen je eigen stijl of niet. En ik heb zoiets van, als ik dan iets maak, dan vind ik het ook wel leuk om het ja, dan toch wel zo te maken dat ik er ook wel tevreden over ben. Dat ik de plezier aan heb beleefd. Dat ik niet denk van, nou weet je, omdat het in het voorbeeld niet zo is gedaan, doe ik het ook niet. Nee, ik wil het gewoon naar mijn idee maken. Gewoon dat ik straks, ja, zo'n kit is toch 16,5 euro. En dan moet het wel tot volle tevredenheid zijn, vind ik. Zo. Nou. Dat was dat. Dat waren even weer de voorbereidingen. En dan kunnen we weer van start gaan. Nu pakken we de rechterpagina. Nou, daar hebben we weer die horizontale strip voor nodig. Die horizontale strip die plakken we hier weer onder. Even kijken. Die komt daar inderdaad. En als je dan straks de twee pagina's naast elkaar legt, dan zul je zien dat ze gewoon ook die stripjes op beide pagina's komen ze exact op dezelfde plek weer uit. Ja, klopt. Je maakt het inderdaad zo eigen door wat extra toe te voegen. En in principe ja, was ik ook wel geneigd om zelf nog wat extra dingen weer toe te voegen. Zo zit ik gewoon altijd in elkaar. Maar ik denk, weet je, dat ga ik ook deze keer niet doen. Want dan is het voor jullie nog niet van een compleet
Ja, het is ook wel een keer makkelijk om iets gewoon vanuit een basis te laten zien. Even kijken. Dan hebben we de 3-inch bij 3-inch bamboevelletjes nodig. Dat zijn deze. Die komen dus uit het die-cut papier. En dan hebben we ook nog 4 van die foto's nodig. En die komen dus weer zo op de pagina. En ook dit kunnen we weer uit gaan meten met onze T-square ruler. Even kijken. Moet ik even kijken. Hier heb ze het niet bijgezet, maar dat is dus ook gewoon een halve inch vanaf de bovenkant. Dus dat ga ik wel eventjes uitmeten. Heb ik bij die andere ook netjes gedaan, dus dat ga ik bij deze ook doen. Even een halve inch afmeten. En de zijkant hebben ze niet aangegeven, maar dat is een heel klein strookje. Even kijken, waar had ik mijn. Nou, bij deze heb ik volgens mij scheel gekeken. Daar heb ik een hele. Heb ik 3/4 inch van gemaakt. Een halve inch, zeiden ze. Kijk, zie je, het kan zelfs soms nog moeilijk worden. Mijn T-square rollen er langs, zodat ik de dingen netjes recht op ga plakken. Deze kunnen we voorzien van lijm. Even kijken hoeveel ongeveer. Nou, hier heb ze hem niet zo heel breed gedaan, dus ik denk dat ik hem hier vast ga plakken. Dat is 1. Nou, het kind kan de was doen. Hier zit overal een klein stukje ruimte tussen, dus kijk gewoon even zelf van hoeveel ruimte je ertussen gaat pakken. Even zorgen dat het hier ook uit gaat komen. Nou, volgens mij kom ik aardig goed uit. Ja, die T-square rule is daar ideaal voor. Het is gewoon een onmisbare liniaal, vind ik. Ook om teksten en alles netjes recht op te plakken, is die ook ideaal voor. Hier zit ook een kleine ruimte tussen. Ook dan weer eventjes ietsjes naar beneden leggen. En dan kunnen de papiertjes er weer netjes recht tegenaan doen. Even kijken of ik zo. Nou, hij mag heel ietsjes naar beneden. Ik zie dat ik bij die andere iets anders uitkom. Nou, dat maakt niet uit. Weet je, het is ook een Janine-project en het is ook geen één-op-één kopie natuurlijk. Je kunt het nooit exact zoals het voorbeeld allemaal op gaan plakken. Die komt daar weer onder. En dan de laatste bamboe. Weet je, ik vind dit gewoon ook gewoon relaxed om een keer te doen. Gewoon eventjes niet zelf wat verzinnen, niet zelf mee bezig te zijn, niet je kopje lekker een keer leegmaken. Nou, Janine zegt wel netjes rechtgeplakt, maar ik zit er een beetje scheef voor. En ik had dus nog wel netjes een beetje scheef geplakt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we dit vakje vullen. Nou, bij dat vakje hebben ze hele leuke embellishments allemaal bij bedacht. Daar hebben ze er een van een leuk grasje. Daar hebben we er een van een leuke, ja,
wegwijzer. De tekst This is my happy place. Die moet daar ook zo bij komen. Dan zit er nog een takje bij. En er zat een leuke vogel bij. Kijk, dat is toch leuk. Nou, plakken. Deze ga ik gewoon rechtstreeks opplakken, dus niet met foamtape. Deze ga ik weer wel met foamtape opplakken. Ik vind het ook gewoon leuk om een beetje te spelen met hoogte en diepte. Ik vind het anders altijd zo plat worden. Maar ja, goed. De een houdt er wel van, de ander niet. Dat is gewoon je eigen weg daarin volgen. En wat ik ook het voordeel van die foamstripjes vind, is dat je het eigenlijk nog best makkelijk er even weer af kan halen. En je kan er ook nog weer dingetjes achter gaan schuiven. Dus dan kan je ook nog weer, wil je later toch nog dingen toevoegen, kan je dat dus nog doen. Deze blaadjes, die plak ik eventjes alleen met het onderstukje vast, omdat hij hier iets over de foto heen komt. En dan kan ik later de foto er nog weer overheen plakken. Die komt daar. Ietsje schuiner. Dan zat daar nog een leuk sterretje bij. Of schelpsterretje. Hoe wil je zo'n ding noemen? Die schuiven we er weer onder. En die plak ik dan wel weer met lijm op. Hier zat nog een leuk schelpje van een die cut. Die gaat ook gewoon met lijm opgeplakt worden. Kijk eens. Kijk, en zo leer je dus ook gewoon van zo'n kit nog hoe je dus die elementjes ook allemaal bij elkaar kunt zoeken en vast kunt gaan plakken. Tenminste, ik vind het op zich nog best wel leerzaam. Ja, dat is gewoon, ik ben redelijk leergierig aangelegd. En ik wil gewoon overal, als ik iets doe, dan moet het ook nuttig zijn. Ja, goed. Zo is ieder mens anders. Nou, ik zie heel veel over operaties en alles. Ik heb denk ik het een en ander gemist. Maar diegene die operaties moeten ondergaan, die wens ik alvast heel veel sterkte dan. Dat is vakje 1. En het volgende vakje heeft wat meer van die elementjes erop zitten. Die heeft een hele leuke met touw. Daar hebben we dat leuke zeewier. Dat komt daar weer achter. Dan hebben we een hele gave boot. Die komt daar weer bij. Oh, deze valt ervoor. Dan hebben we nog zo'n los takje. Die komt daar weer een beetje onder. Dan hebben we nog een... Ik moet een andere schelp hebben. Dat is deze schelp. Die zit hier ook nog weer een beetje achter verstopt. En even kijken. Deze heb ik niet nodig. Ik heb nog de tekst Going Places. En Going Places zit daar nog weer een beetje onder verstopt. Nou, kijk toch eens. Zo heb je dus zo'n... compositie eigenlijk vrij snel weer klaar. Zeker als je plaatjes kan kijken. Ja, dit is... ik vind het ook oprecht leuk. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want als ik heel eerlijk ben... Ik liet net dus al die andere kit ook eventjes zien. En die kriebelt nou ook wel heel erg om ook met die andere kit even wat leuks te gaan maken.
Maar ik ben bang dat ik dat nu in de live niet red. En we hebben van de lemon. Dus die leuke lemon twist lijn van Simple Stories. Hebben wij ook een kaartenmaken kit. Dus je kan ook nog kiezen voor een kit voor 8 kaarten maken. Dus dat is op dezelfde manier als deze. Alleen dan met kaartjes die je weer kan gaan verzenden. Kijk, en hier kun je natuurlijk nog weer straks wat op gaan schrijven van de journaling bij jouw album of bij jouw foto's. Dus nu is mijn zus bijvoorbeeld naar Frankrijk. Nu hoop ik dat ze wat leuke foto's voor mij wil maken. En dan kan ik ze dus het jaartal bijzetten. De plaats waar ze naartoe zijn. Zulke soort dingetjes kun je er dus weer bij gaan doen. Nou, de foamstripjes, die vliegen ook onze winkel uit. Volgens mij gaan jullie nu ook allemaal massaal aan de stripjes. Ik vind ze in ieder geval ideaal. Ik vind zo'n stripje wel net zo makkelijk dan zo'n rolletje. Deze schuiven we daar weer een beetje onder. Een leuk schelpje. Ja, zij had de boot iets verder naar beneden. Dan doen wij de boot ook ietsjes verder nog naar beneden. Zie je nog net wat meer van dat mooie bloemetje. Dan komt deze er weer onder. Nou, die plak ik dus net als de andere elementjes nog even niet helemaal compleet vast. Omdat hier mijn foto nog onder gaat komen. Going Places vind ik wel weer leuk om ook met een foamstripje vast te plakken. Nou, en dan hebben we toch een superleuke pagina. Ik had het zelf niet zo leuk kunnen bedenken. Soms is het ook nog wel een beetje van beter goed gejat dan slecht bedacht. Of hoe is die quote ook alweer? Iets in die trend. Of beter een goede kopie dan een slechte namaak. Zeg maar hoe dat heet. Wat ik nou nog over heb is niet veel. Maar er zijn dus nog wat elementjes die dus niet gebruikt zijn in deze kit. En die kan je eventueel laten nog weer. Als je zegt van bijvoorbeeld hier zit een leuke foto van dat iemand op een strandstoel zit of zo. Zou je nog weer de tekst relaxter overheen kunnen plakken. Er zitten nog een paar leuke kleine hartjes bij. Er zitten nog wat schelpjes bij. Die zou je ook nog erbij kunnen plakken over een foto heen. Er zit nog zo'n leuk ankertje bij. Kan je ook zeggen van nou dat ankertje wil ik hier ook nog bij hebben. Kan ook nog. Je kan er nog touwtjes aan doen. Je had nog kunnen gaan werken met taartrandjes of iets dergelijks. Dat zijn allemaal extra opties wat nog kunnen. Nou, wat ik dus zei, is dat ik even ga spetteren met mijn witte Posca. Dan krijg je gewoon net even een beetje een extra items op de achtergrond. Heb jij leuke strandstempels van bijvoorbeeld schelpjes of iets dergelijks. Is het ook heel leuk om op de achtergrond nog lichtjes een beetje wat schelpjes of een beetje zand of iets dergelijks te gaan stempelen. Ook dat kan natuurlijk nog. Kijk, zie je overal wat van die leuke spettetjes. Ik vind het wel leuk. Hou je er niet van, moet je het zeker niet gaan doen. Ik ga het ook bij deze pagina nog even doen. Nou, daar kwam nog een schelpje tevoorschijn. Ben jij meer van het schrijven? Je kan er natuurlijk ook nog van alles bij gaan schrijven. Dus iets over de foto's zeggen. Je kan natuurlijk de datum er nog bij gaan maken. Wat je kan doen is met een zwarte pen zou je nog wat doodles kunnen gaan maken. Weet je, je kan het nog helemaal naar je eigen stijl gaan maken.
Ik vind die spettertjes gewoon super leuk al erbij. Nou, dit moeten jullie dus eventjes zien als dat er foto's bij zitten. Dit zijn dus in principe de foto's. Ik ga niet de foto's compleet hier overheen plakken. Ik ga dit witte als matlaagje doen. En de foto's dus een halve centimeter kleiner snijden dan de maat wat hierop staat. Nou, dit zijn dus de twee pagina's wat ik vanmiddag heb gemaakt. En dit zijn dus de twee andere pagina's die had ik al gemaakt. En dat maak je dus met deze kit van de Beach. Nou, heb jij toevallig helemaal niks met het zomerthema, het beach thema. Dan hebben wij dus nu ook nog de kit van de Homegrown. Die ga ik zo nog even openmaken, omdat ik ook gewoon te nieuwsgierig ben wat er allemaal in zit. Maar ik wil ook nog even de andere kit laten zien. En dat is een leuke kaartenmaker kit. Nou, die kaartenmaker kit, die ga ik ook zeker nog maken. Maar wanneer, weet ik niet. Deze is dus voor 8 verschillende kaarten. En wellicht ga ik deze kaart gewoon een keer maken tijdens een filmpje. Maar zonder live. Dus die kan je ook gewoon allemaal uitdrukken. Alle elementen zitten erbij. Ik heb er al even zakjes bij gedaan. Zodat ik per kaart alles al klaar kan leggen voor een live. Of kan voorbereiden, zeg maar. Zodat ik tijdens een uurtje, zeg maar, in één keer al die 8 kaarten kan maken. Dus dat wordt ook nog een keer een projectje. En ik wil nu deze nog even laten zien. Kan nog net. Uurtje is nog niet voorbij. Nou, ik ben gewoon benieuwd wat hierbij in zit. Dit is ook leuk om te combineren met bijvoorbeeld stansmalletjes van Elisabeth Kraft van de Farm Collectie. Ook van deze Farm Collectie hebben wij ook allemaal elementjes al in onze winkel. Dus je kan ook deze weer combineren. Of wat je nog zou kunnen doen is op die achtergrond wat chicken wire gaan stempelen. Wat script stempelen. Nou, ook hierin zitten dus al die elementen om die pagina's te gaan maken. Daarin zitten die die-cut elementen. Dus dit is dat chipboard. Hierin zitten ook weer 3 setjes met allemaal die-cut elementen. Dus dit zijn de papieren die-cuts en dit is het chipboard. Ik zeg er heel eerlijk bij dat we van deze kit niet veel hebben, want de groothandel had er niet meer van. Dus dat is eventjes tijdelijk op is op. En er is er al eentje voor mij, dus helaas. Kijk, dit is toch gewoon leuk. En ook hiervan kan je dus weer zelf leren dat bijvoorbeeld de basis is zwart kaartstok, 30,5 bij 30,5. Daarop kan je een scrapbookpapier doen van 30 bij 30. Daarop kan je weer ander designpapier doen. Hier heb ze bijvoorbeeld dat blauwe met bloemetjes. Dat is bij deze toevallig dan, even kijken, 22,5 centimeter breed. Daarop kan je weer een stukje designpapier doen van 9 centimeter. Daarop kan je weer een uniek kleurtje plakken van 26,5 centimeter. Dus je kan dit ook gewoon echt als leerzame pagina's gaan bekijken. Nou, dit is toch gewoon leuk. Kijk, zo zie je, een basis hoeft niet altijd al heel veel te bevatten. Juist door de opbouw en door straks foto's toe te voegen, krijg je van die leuke effecten. Nou, deze gaan we even bewaren voor een andere keer. Of voor een live, of voor een filmpje. Of voor gewoon een keer dat Janine 's avonds of 's middags gewoon even lekker zelfdom aan het knutselen wil. En dat zien we nog wel. Maar dan weten jullie in ieder geval hoe die kits werken en hoe superleuk ze zijn. Er zijn dus 2 kits om scrapbookpagina's te maken. En 1 kit om leuke kaarten te maken. Dat was het ook voor vandaag.
Ik wil jullie bij deze alvast een heel fijn weekend toewensen. Bedankt weer voor het meekijken. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!